Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb mijn allereerste Q&A video voor jullie. Er werd mij een paar weken geleden gevraagd of ik eens een Q&A video wilde opnemen. En dit leek me eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Dus ik heb een oproep gedaan op Instagram en op mijn blog. En daar zijn leuke vragen op binnengekomen die ik dus ga beantwoorden. Ik vind het zelf wel leuk, want zo leren jullie mij ook weer een beetje beter kennen. En ja, ik was wel heel benieuwd wat jullie van mij wilden weten. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar de vragen die zijn gesteld, wat mijn antwoorden daarop zijn, zou ik zeggen, kijk zeker gezellig mee met deze allereerste Q&A video. Ik heb mijn telefoon erbij gepakt, dus ik ga de vragen vanaf mijn telefoon voor jullie beantwoorden. Ik ga eerst de vragen van mijn blog doen en daarna zal ik de vragen doen die op Instagram zijn binnengekomen. De allereerste vraag die binnenkwam, dat was: welk make-up merk gebruik je het allerliefste? Ik moet zeggen, ik ben vooral fan van low-budget make-up merken. Omdat die soms eigenlijk ook best wel goed werken. Het is niet altijd gezegd dat een duur merk ook het allerbeste is. Ik heb echt veel low-budget merken gebruikt. En daar ben ik relatief tevreden over. Het allerliefste make-up merk dat ik gebruik is toch wel Essence. Ik ben daar ooit mee begonnen. En Essence bestaat eigenlijk al zo lang. Dat Essence dan toch mijn favoriete merk is. Wat ik het liefste gebruik. Het assortiment is breed. Ze krijgen ook steeds vernieuwingen. Ze gaan echt met de tijd mee. Ook zijn de producten heel betaalbaar. Dus als ik dan echt moet kiezen, wordt het toch echt Essence. Wat vind je zo leuk aan make-up? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik vind het leuk dat je met make-up je gezicht vaak net nog iets meer sprekender kunt maken. Bij contouring bijvoorbeeld, ja, kun je net wat meer diepte in je gezicht aanbrengen. Maar ook bij je ogen vind ik het heel mooi dat je ogen sprekender kunt maken door bijvoorbeeld een hele mooie ooglook te creëren. Maar dat kan ook al door alleen wat eyeliner en mascara te gebruiken. Dus dat vind ik gewoon leuk. Dat je met make-up gewoon heel veel verschillende kanten op kan. Ik vind het ook, ook wel tof dat je toch, als je er een beetje slecht uitziet, dat je door make-up er toch nog wat van kan maken. Dat het minder opvalt. Dat je er wat slechter uitziet. Of dat je je slecht voelt. Ik heb ook zelf heel erg het gevoel dat als ik echt mijn eigen een dag gewoon wat minder voel, dat met een make-upje erop, dat het toch allemaal iets beter wordt. Maar dat is misschien iets persoonlijks. Make-up intrigeert mij gewoon heel erg. En ja, dat vind ik ook gewoon zo leuk, dat je er gewoon heel veel kanten mee op kan eigenlijk. Welke look gebruik je het liefst voor een feest of date? Dat ligt er heel erg aan. Ik kan. Deze heb ik eigenlijk sowieso niet. Dus voor een feest zou ik. Soms kies ik dan ook nog wel voor een soort van nude look. Echt nude oogschaduw. Dat ligt ook een beetje aan de kleur lippenstift die ik draag. Ik vind rode lippenstift bij een nude ooglook bijvoorbeeld heel erg mooi. Maar ik vind het vaak ook wel mooi om een soort roze ooglook te maken. Maar het ligt ook een beetje aan de kleding. Dus stel je voor, ik heb een feest en ik zou echt in het zwart gaan. Vind ik het ook wel heel mooi om een smoky eye te maken. Maar dat is natuurlijk wel weer gelijk heel heftig. Maar dan, als ik echt moet kiezen, wordt het toch wel een nude of een beetje een roze ooglook. Wat gewoon een beetje past bij van alles eigenlijk ook qua kleding. Dus dat is eigenlijk wel de look die ik dan het liefste gebruik. Ik moet zeggen dat ik dan ook wel echt een oogschaduw gebruik die er wat meer uitknalt. Dus vaak wel met een glittertje of een niet zo snel een matte ooglook. Maar dan wordt het toch wel toch nog weer wat feestelijker. Wat doe je tegenwoordig anders van make-up dan vroeger?
toen ik met make-up begon, dat is alweer 12 jaar geleden. Ik was toen een jaartje of 14. Toen gebruikte ik alleen eigenlijk foundation. En dat was dan nog in zo'n potje. Dat is van die Mousse Foundation. Essence heeft hem nog steeds in het assortiment. Een beetje poeder gebruikte ik toen. En een klein beetje oogschaduw, mascara en lipstift en oogpotlood. Volgens mij ook een beetje blush. En als ik dat vergelijk met hoe ik mijn make-up nu doe, is dat toch echt wel heel erg veranderd. Ik gebruik nu echt de complete look, zeg maar, door foundation sowieso. Maar ik gebruik dan, tegenwoordig gebruik ik foundation uit een pompflaconnetje, die toch nog weer wat dekkender is. Concealer. Poeder uiteraard. Ik gebruik bronzer, blush, highlighter. Het contouren is er echt bijgekomen. Ook doe ik nu de wenkbrauwen, die ik dus vroeger niet deed. Met mijn ogen. Ik gebruik nog steeds echt oogschaduw. Maar ik ben nu meer terechtgekomen dat ik meerdere kleuren oogschaduw met elkaar combineer. Dat ik echt een ooglook maak met verschillende kleuren. Dus dat vind ik wel het grote verschil. Ook is er eyeliner bijgekomen. En de mascara is ook wel veranderd. Want ik gebruik nu ook vaak een mascara die de wimpers nog weer net even een extra volume boost geven. Of dat het wat sprekender wordt. En ja, qua lippen, er is lipliner eigenlijk bijgekomen. Ja, ik gebruik tegenwoordig ook heel graag matte lipproducten. Dus het liefst een, ja, ik noem het altijd gewoon een lipgloss, omdat het in zo'n applicator zit. Maar het is eigenlijk gewoon een mat lipproduct. Dus van Essence of Catrice of dat soort dingen. Dus dat is wel het hele grote verschil, dat ik nu meer producten gebruik als vroeger. Dan de vraag, werk je? Nee, ik heb geen baan. Nee, om persoonlijke redenen is dat voor mij niet echt mogelijk. Dus ik heb geen baan. Heb je gewerkt? Ik heb volgens mij ooit 4 dagen gewerkt in een schoenenwinkel die inmiddels ook niet meer bestaat. En dat is allemaal niet zo goed gegaan. Dus ik heb volgens mij 3 of 4 dagen heb ik een soort van baan gehad, maar daar hield het dan ook weer bij op. Nou, wat doe je, wat deed je? Heb ik dus net beantwoord. Ik heb dus geen baan en ik heb ooit dus een paar dagen gewerkt in een schoenenwinkel. Wat is je favoriete geurtje? Dat is een hele goeie. Ik heb echt een heleboel geurtjes waar ik heel erg gek op ben, maar als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor Bruno Banani. Dat is dan de roze variant. Die heeft zo'n piramidevorm. Die vind ik toch wel heel erg lekker. Ik weet de precieze naam niet, maar ik weet in ieder geval dat die lichtroze is. Volgens mij is dat een van de eerste geurtjes, ook van Bruno Banani. Maar die vind ik echt wel heel erg lekker. Wil je trouwen? Een hele goede vraag. Ik ben hartstikke vrijgezel. Dus ja, wie weet ooit. Ik vind trouwen niet per se een must, zeg maar. Het is misschien op een gegeven moment is het wel leuk dat je dat een soort van, ja, bij elkaar hoort. Maar ik vind trouwen niet per se een must. Dus ja. Het kan wel heel leuk zijn, maar het hoeft niet per se, zeg maar. Wat is je duurste make-up aankoop? Ik denk dat dat een product is van Maybelline. Ik heb vooral veel low-budget productmerken, wat ik al zei. Maar mijn duurste make-up product is dan toch wel van Maybelline. Volgens mij is dat een van de oogschaduwpalettes van Maybelline. Volgens mij het Blush Nudes paletten of ik heb ook nog zo'n smoky paletten. Ik denk dat dat een van de duurste dingen is die in mijn stash zit. Dus ja, dat. Dat gaat natuurlijk alleen over, ja, make-up producten. Kijk, als ik dan naar mijn kwasten kijk, die zijn nog heel wat duurder. Omdat ik tegenwoordig ook kwasten van Real Techniques heb. Die zijn dan nog weer iets,
iets duurder. Maar als ik echt om de producten moet gaan kijken, dan is dat toch wel een palette van Maybelline of een van de mascara's. Wat is je grootste blogblunder? Ik denk toch dat dat vooral het begin was van mijn blog toen mijn foto's er nog minder mooi uitzagen. Ik bewerkte toen ook nog niet echt. En tegenwoordig heb ik wel echt een manier gevonden waarop mijn foto's mooier worden. Ik fotografeer nu ook met een spiegelreflexcamera en voorheen ging dat met een telefoon. Dus als ik echt naar mijn grootste blogblunder moet kijken, dan denk ik toch dat dat... het begin is van mijn blog qua foto's, dat als ik het terugzie, dat ik denk, oh jee, wat is dat toch bijzonder dat ik het toen op die manier deed. En dat ik er nu dan zo'n andere manier voor heb gevonden. Zet je een kerstboom? Ik was het eigenlijk niet van plan. Ik heb heel toevallig nu toch een kerstboom gehaald. En die wil ik van het weekend gaan optuigen. Ik heb nog niet alle versieringen en zo. Dus dat komt nog. Maar ik ga nu toch maar een kerstboom zetten. Omdat het er toch een beetje bij hoort. Ik heb zelf niet zo heel veel met kerst. Maar meer voor de gezelligheid dat ik dat toch wel een kerstboom neem. Wat is je dierbaarste herinnering en foto? Ik denk dat ik op de Flikker Maastricht Fandag ben geweest. Ik ben 2 keer geweest. Een keer in 2012 en een keer in 2014. Ik ben groot fan van Flikker Maastricht. En de dierbaarste herinnering is toch wel dat ik een poster heb waar echt alle handtekeningen echt op zijn gezet. Dat ik er ook nog heel veel moeite voor had moeten doen en dat het uiteindelijk is gelukt. Mijn dierbaarste foto is dan ook de foto met Angela Schuit die ik daar heb kunnen maken. Want ik ben een groot fan van haar en ik vond het echt super tof dat ik die foto heb kunnen maken. En ik heb die nu ook op aluminium aan mijn muur hangen. Dus dat is wel een van mijn dierbaarste herinneringen en foto. Ben je een piekeraar? Ik kan best wel momenten hebben dat ik inderdaad ga piekeren. Dat is vaak in de avonden. In de avonden kan alles soms wat somberder zijn. Dat alles, het is donker, dan zie ik alles vaak wat zwart-witter. Dus ik kan wel echt gaan piekeren inderdaad. Ik kan wel echt over dingen heel lang nadenken. Maar op een gegeven moment dan moet ik het ook loslaten. Ik heb het ook heel vaak dat het me in bed overkomt. Dan word ik een keertje wakker en dan ga ik van alles lopen nadenken. Dan kom ik niet meer in slaap. Dus ja, ik ben wel een piekeraar. Wat is je droombaan en je droomvakantie? Ja, mijn droombaan, dat zou toch wel zijn als ik van mijn blog mijn werk zou kunnen maken. En mijn YouTube-kanaal misschien groter zou kunnen brengen. Dat je daar inderdaad echt je geld mee zou kunnen verdienen. Als ik dan echt iets moet noemen. Maar ik besef ook wel dat dat best wel heel erg lastig is. Dus dat, ja, als ik dat moet kiezen, is dat dan toch wel iets wat ik heel graag zou willen. Mijn droomvakantie, dan zeg ik heel simpel Parijs. Ik zou het heel leuk vinden om daar een keertje, een paar dagen heen te gaan naar Parijs. En dat is misschien nog niet eens echt vakantie, maar ik ga ook eigenlijk nooit op vakantie. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden om daar een keertje heen te gaan. Om gewoon wat dingen ook te bezoeken die natuurlijk bekend staan om Parijs. Hoe lang kijk je YouTube op een dag? Dat is heel verschillend. Ik heb natuurlijk sowieso ook een paar YouTubers waar ik de video's gewoon heel erg leuk van vind. Maar ik moet ook zeggen, niet alles wat geüpload wordt van YouTubers die ik volg vind ik leuk. Dus ik sla ook wel eens een video over. Dus ik denk, een half uurtje tot 3 kwartier per dag dat ik dan YouTube kijk. Maar dat ligt er gewoon aan. Het kan ook heel erg variëren als ik echt een beetje in een stemming ben. Dat ik gewoon zin heb om filmpjes te kijken. Dan kan het ook zo een uur zijn. Dus ik heb er niet echt een vast tijdstip voor, zeg maar. Waar woon je en hoe bevalt dat? Ik woon in een dorpje. Ik woon in een klein dorpje op de Veluwe. En het bevalt eigenlijk heel erg goed hier. Helaas moet ik hier... hier weg, want het huis is verkocht. Dus ik ben nu hard op zoek naar wat anders. Maar waar ik woon
ik zal de plaats niet noemen, want dat wordt gelijk zo'n ding. Maar dat bevalt eigenlijk wel heel erg goed. En ik hoop eigenlijk ook dat ik weer een woning hier ga kunnen vinden. Maar dat is nogal een lastig iets. Maar nou ja, I hope so. Wat is je favoriete kledingmerk? Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig niet meer zo heel erg van de merken ben. Ik weet nog wel toen ik een aantal jaren jonger was, dat ik een heel groot fan was van de kleding van Only. Daar kocht ik echt heel veel kleding van. Maar ja, toen woonde ik ook nog thuis en toen was alles gewoon wat goedkoper. En zodra je op jezelf gaat, dan is alles wat duurder. En ik moet zeggen, ik hecht ook niet meer zo heel veel waarde tegenwoordig aan merkkleding. Ik heb echt nog wel wat merkkleding in mijn kast hangen. Omdat ik heel veel gewoon ook nog paste van de jaren door. En ik heel zuinig ben op kleding. Dus dat scheelt. Maar tegenwoordig haal ik eigenlijk overal mijn kleding wel vandaan. Het kan bij een Action zijn, bij een Primark. Nou, echt low budget winkels, zeg maar. Maar als ik dan echt een merk moet kiezen, dan kies ik wel voor Only. Wat was je verste vakantie? Goeie. Zoals ik al zei, ik ga eigenlijk niet zo heel veel op vakantie. Ik ben wel eens naar Center Parks geweest en zo. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar dat precies was. Dus laat ik dan maar zeggen, gewoon Zeewolde. De Eemhof. Dat ik daar ben geweest een aantal keer. Dat vond ik hartstikke leuk. Ik weet dat ik nog een keer op een park ben geweest, maar ik weet niet meer waar dat is. En dat was wel wat verder weg. Maar ik hou het even op vakantiepark van de Emel van Sint Parks. Ik ben nooit in het buitenland geweest, dus nee. Wat is mijn eerste vakantie? Welke bloggers zijn je voorbeelden en heb je bloggers ontmoet? Ik vind Vera Camilla altijd een hele goeie. Haar video's zitten ook super mooi in elkaar. Alles klopt bij haar. Maar ook haar blogs, ze zijn heel goed geschreven. En ja, ik vind dat echt wel een hele goede blogger. Aranka, van bij Aranka, dat vind ik ook een hele fijne blog. Er staan ook fijne reviews op. Vind ik ook een hele, ja, leuke blog om artikelen op te lezen. Ja, ik denk eigenlijk dat dat wel echt mijn favoriete bloggers zijn die ik gewoon waar ik graag artikelen van lees. Ik heb zelf nooit bloggers ontmoet. Ik heb geen bloggers ontmoet en ik vind het wel heel leuk, zeg maar, de interactie die ik heb met mijn lezers. Maar ik heb nooit iemand ontmoet uit de blogwereld. Wat is een favoriete app die ik nog niet ken? Dat is een hele goeie. Ik moet eens even bij. Ga ik eens even bij mijn apps kijken of ik nog een paar heb die ik heb en misschien iemand anders niet. Dat is natuurlijk een hele goede vraag, want ik weet niet wat je gebruikt. Ik heb eigenlijk ook wel gewoon standaard apps, weet je wel. AliExpress vind ik een hele, hele fijne app. Ja, de Wunderlist, die vind ik zelf ook wel heel erg fijn. Daar kun je lijstjes in maken en dat kun je afvinken. Dus ook qua boodschappen. Dat klinkt heel grappig. Ik kan dat niet toevallig even doen. Ik had een boodschappenlijstje gemaakt. En als ik dus een product heb gevonden, dan druk ik... Dan hoor je dus dit. Dan heb je een taak voltooid. Dat vind ik ook een hele handige. Chocomel app. Die vind ik heel fijn. En ik ben frequent Chocomel drinker. En op de pakken van Chocomel daar zitten altijd spaarpunten op. Krijg je 5 euro per pak. En die kun je dus invoeren. En dan kun je dus sparen voor leuke uitjes. Of dingen met korting. Of dat is wel echt super leuk. Dus... Ja, dat zijn de 3 apps. En ik weet dus niet of dat jij ze wel of niet kent eigenlijk. Wat is je leukste comment op je blog?
Ik vind het vaak ook wel leuk als. Ik heb een keer een comment gehad en dat ging over een highlighter. En diegene die vroeg, die had een. Die vroeg of dat het bij een bepaalde huidskleur ook zou kunnen. Dat vind ik altijd wel leuk als er ook echt een vraag bij komt. Ja, ik vind eigenlijk alle comments die ik krijg wel leuk. Ze zijn vaak heel positief en ik vind het gewoon al leuk dat mensen de tijd nemen om mijn artikelen te lezen. Dus ik ben eigenlijk met elke comment die ik krijg, ben ik blij. Tja. Hoe oud was je toen je niet meer in Sinterklaas geloofde? Volgens mij was ik 8 of 9. En ik heb echt best wel lang in Sinterklaas geloofd. Maar op een gegeven moment dacht ik toch wel van, hey, er klopt iets niet. Volgens mij was ik rond een jaartje of 8 of 9 dat het wel voorbij was. Maar ik heb dat toen wel volgehouden, want ik had een jonge zusje en die geloofde nog wel. Dus ik heb wel volgehouden natuurlijk ook dat ik nog geloofde, terwijl het eigenlijk al wel een beetje voor mij eraf was. Dus ja, dat eigenlijk. Wat is je favoriete tv-programma en Netflix-serie? Mijn favoriete tv-programma? Oh, dat is wel een hele moeilijke hoor. Ik kijk heel veel televisieprogramma's die ik leuk vind. Ga ik toch voor Flikken Maastricht? Ja, Flikken Maastricht is wel echt mijn favoriete tv-programma. En ik vind, dan heb ik echt zoiets, je moet niet storen, want ik kijk nu naar Flikken Maastricht. Ja, voor de rest kijk ik heel veel, gewoon ook andere series die ik gewoon volg. Maar Flikken Maastricht staat dan toch wel echt op 1. Netflix-serie weet ik niet. Ik heb zelf geen Netflix, dus ik kijk dan ook geen Netflix. Dus nee, die heb ik helaas niet. Wat was je eerste samenwerking voor je blog? Dat was volgens mij met voor telefoonhoesjes. Dat was volgens mij met ja, een telefoon, een zaak die zaakbedrijf moet ik zeggen, die vroeg of ik hoesjes van hun wilde reviewen. Dus dat was wel mijn eerste samenwerking. En ik heb daar toen een video over gemaakt. Ik heb dat toen in een unboxing video gedaan op YouTube. Dus dat was mijn eerste echte samenwerking die ik heb gehad op mijn blog. Slash YouTube kanaal dus. Gooi je vaak make-up weg als je het niet goed vindt? Nee. Ik ben echt heel slecht in weggooien. Ik echt. Weggooien, dat kan ik zo slecht. Dat is echt een hele irritante eigenschap. Maar dat vind ik echt lastig. Dus, nee. Ook al vind ik het product niet bijna beland alsnog in mijn stash. Omdat ik gewoon heel slecht afstand kan nemen van dingen, spullen. Eigenlijk, ja, van alles. Dus, nee. Als je wist dat de aarde zou vergaan volgend jaar, wat zou je dan nu anders doen? Ik zou me denk ik proberen minder druk te maken over bepaalde dingen. Tja, dan maakt het toch allemaal niet meer uit, want dan is het toch allemaal klaar, zeg maar. Misschien nog wel meer gaan genieten van de dingen die ik doe. Ik geniet al wel van de dingen die ik doe, maar ik denk dat ik het dan extra nog meer ga waarderen. Ik denk dat ik dat wel echt meer zou doen. En ja, voor de rest ben ik eigenlijk best wel tevreden met het leven dat ik nu leid. Dus ja, heel veel verandering zou ik niet doen, maar ik zou wel meer gaan genieten van bepaalde gebeurtenissen of dingen, zeg maar. Of ja, die je dan doet. Als je zou reïncarneren als een dier, drankje, bepaalde smaak ijs, welke zou het dan zijn? Oh. Een dier? Absoluut een kat. Echt absoluut een kat. Ik ben echt een kattenliefhebber. Katten die zijn echt relaxed. Weet je kunt gaan slapen wanneer je wilt. Loopt een beetje rond. Gaat een beetje eten wanneer je er zin in hebt. En gaat gewoon weer liggen. Als je zin hebt om te spelen, ga je spelen. Ja, dat vind ik wel echt super chill. Dat zou ik echt wel willen. Al vind ik trouwens. Ja. Ik zat gisteren na te denken toevallig. En toen dacht ik, oh, als je een egeltje was, kon je in de winterslaap houden. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik toch wel voor de kat. Omdat ik katten ook heel erg leuk vind.
wat voor studie doe je of heb je gedaan? Ik heb alleen mijn middelbare schooldiploma. Ik ben daarna niet meer naar school gegaan. Ik vond school niet zo leuk. Ik heb ook nooit een beeld gehad van wat ik heel graag zou willen worden. Ik heb nooit gedacht van nou, dit is het. Hè, dat wordt, op een gegeven moment wordt het volgens mij in groep 8 al gevraagd van nou, denk eens over na wat je zou willen worden. Ik wist het niet. Was ik ook niet mee bezig. Ik dacht, hallo, volgens mij, hoe oud was ik? 10, 11? Ik denk, moet ik er nu al over nadenken? Nou, dan ga je natuurlijk naar de middelbare school. En dan op een gegeven moment heb je ook natuurlijk dat je daarover na moet denken. Van welke richting wil je dan gaan doen? Wat wil je worden? Wat voor opleiding of studie hoort daarbij? Ik heb het nooit geweten. Ik heb nooit voor ogen gehad, dit wil ik doen. Dus ik ben na mijn middelbare school ben ik ook gewoon gestopt. Ik heb niet meer gestudeerd. Dus ik heb ook alleen mijn middelbare schooldiploma. En ja, dat is het eigenlijk. Ik heb het gewoon nooit geweten en daarom ook geen studie gevolgd eigenlijk. Hoe ziet je familiesamenstelling eruit? Nou ja, ik heb een zusje. Als je mijn vlogs volgt, dan heb je je ook wel eens voorbij zien komen. Ja, voor de rest. Ik heb twee nichten en een neef. En dat is de familiesamenstelling. Ik heb een kleine familie. De familie is gewoon niet groot. Ik heb één zusje. Ja, en dan... Nee, we hebben gewoon niet zo'n hele grote familie bij mij. Dus ja, dat is kort maar krachtig, zeg maar. Dit waren dan alle Q&A-vragen die ik heb binnengekregen. Ik heb geprobeerd om ze zo eerlijk en netjes mogelijk te beantwoorden. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk welke vragen jullie mij hebben gesteld. Ik vind het ook wel heel erg leuk om te doen, want ik wilde eigenlijk dit al wel eens een keertje gaan doen. Maar ja, ik had nog niet zo. Ik had hem eerst nog niet zo hoog op het lijstje staan. Maar toen de vraag kwam, toen dacht ik van nou ja, dat ga ik hem zeker doen. Dus ik wil jullie ook heel erg bedanken voor degene die een vraag hebben ingestuurd. Voor het insturen van die vraag. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Dat je me weer iets meer van mij te weten bent gekomen. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk even altijd gratis abonneren. En dan zie ik je hopelijk weer bij de volgende video. Doeg!